Defensie hijst vandaag de brugdelen op een plek voor een hindernis dat in het parcours ligt. De streetrace wordt hier al een aantal jaren georganiseerd. Maar het is voor het eerst dat Oddebroek het Nederlands kampioenschap heeft toegewezen gekregen. Iedereen heeft erover. Allemaal mensen komen kijken. Gelijk telefoontje, allemaal op Facebook plaatsen. Ja, dit evenement leeft enorm in Oddebroek. Een streetrace is een fietswedstrijd met hindernissen op mountainbikes. Die letterlijk dwars door de straten van Oddebroek gaat. En dat betekent dat er deze week een hoop moet gebeuren. Het parcours is nog lang niet gereden. Donderdagavond zal 300 kuub grond worden aangevoerd. Het wordt gewoon een hele grote happening in Oldebroek. De vereniging is blij dat Defensie een handje wilde helpen. En de mannen van Defensie zijn op hun beurt blij dat ze in de praktijk kunnen oefenen. Ja, het is eigenlijk een soort goed nabuurschap. Ik bedoel, de kazerne zit eigenlijk vlakbij deze locatie. Het is voor ons ook nog geen 10 minuten rijden en dan zijn we hier. Dus dat is mooi dat het een keer op deze manier kan. De werkzaamheden moeten voor het weekend klaar zijn, want het Nederlands kampioenschap streetrace wordt vrijdag en zaterdag verreden.